Mevrouw de voorzitter, toen president Zelensky in zijn indringende toespraak herhaaldelijk sprak over het bestrijden van de tirannie, zal ik vast niet de enige zijn geweest die onmiddellijk aan de woorden van ons volkslied dacht. De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. En inderdaad, wat is Oekraïne ook in het hart doorwond door die tirannie? En ook door de woorden van president Zelensky komt dat nog weer eens dichterbij. En zie je hoe de oorlog een gruwelijk gezicht krijgt in plunderingen, in verkrachtingen, in steden die gebombardeerd worden, in mensen die uitgehongerd worden. In één woord, verschrikkelijk. Tirannie die het hart doorwond. En president Zelensky verbond tegelijk terecht de waarschuwing eraan: pas op dat het niet wendt. Pas op dat de aandacht niet verslapt. En iedereen die juist ook de geschiedenis van alle landen en continenten ook maar iets op zich laat inwerken, ziet dat dat een reëel gevaar is. Dat die aandacht kan verslappen. En daarom ook van de kant van de SGP-fractie een pleidooi voor vasthoudendheid in het steun blijven geven aan het Oekraïense volk dat zich verweert tegen Russische agressie in een legitieme vrijheidsstrijd voert. Mevrouw de voorzitter, ik ga ervan uit dat de regering ook alles blijft doen wat nodig is, ook als het gaat om wapensteun, sancties en ook zelf ernst maakt met het vergroten van onze defensie-inspanningen. Inderdaad, ook daarin niet verslappen. De humanitaire hulp, hartverwarmend wat daarin gebeurt door overheid, maar ook vanuit de bevolking zelf. Ik vond het ook een mooie gedachte om te kijken of wij niet een gebied, een stad kunnen adopteren als het ware en daar onze inspanningen op kunnen richten. Ik hoor graag ook de reactie van het kabinet daarop. Voorzitter, tot slot, de tirannie verdrijven is een opdracht, vraagt om daadkracht, maar is in ons volkslied ook onderdeel van een gebed. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer, op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. En zo bidden wij ook nu in Oekraïne en in Nederland en in veel andere landen om moed en kracht voor alle die geraakt zijn door deze verschrikkelijke oorlog, maar ook om wijsheid voor alle die zich inzetten voor verdrijven van de tirannie, voor vrede en voor gerechtigheid, in het vaste vertrouwen dat tirannie nooit het laatste woord heeft. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. En dan geef ik tot slot het woord aan de heer Fritsma, PVV.